zijn net naar buiten geweest, de turnaround gezien van een van de fabrieken die op het moment in de stop is. Ja. Waar we dus eigenlijk de fabrieken eens in zoveel tijd moeten we die uit bedrijf nemen. Omdat we ze moeten inspecteren, omdat ze moeten schoonmaken en ook wat ze moeten onderhouden. En dat is waar we ze net gezien hebben, hoe we daar zeg maar, de fabriek uit elkaar halen en echt weer in elkaar zetten op het eind. Het gaat over de fabriek waar we benzine maken. Dat is een hele oude fabriek. Ja, die hebben we hier in 1956 is die hier neergezet. Dat is een van onze oudste fabrieken die we in operatie hebben. En kun je ook zeggen dat daar nog een aantal onderdelen zijn die ook nog uit 1956 stammen? Ja, er zijn er wel een aantal, maar het meeste is in de loop van de tijd toch wel op een of andere manier vervangen. Of de buitenkant of de binnenkant. En dat is eigenlijk onderdeel van de stops die we dan maken om dat te kunnen regelen. Nou, en het is wel een hele hijs geweest. We hebben een van de grotere vaten, een van de reactoren, hebben vervangen. Dus dat is inderdaad een enorme kraan die daar staat om en het oude vat eruit te halen en het nieuwe vat weer netjes op plaats te zetten. Dat is een enorme activiteit en een hele belangrijke om dat goed voor elkaar te krijgen. Ja, zo'n vat moet natuurlijk ook over het terrein heen, die is daarheen gebracht. Hoe ging dat? Ten eerste gaan daar maanden van planning in vooruit om te zorgen dat wat je gaat doen dat het past. Want je kan niet ergens doorheen rijden en zeggen, oh het past net niet. Dus dan is eigenlijk, het vat is aangekomen hier bij de haven. En eigenlijk de afgelopen weken langzaamaan verplaatst en uiteindelijk neergezet naast de plek waar het ingehezen moet worden. En vanuit daar met de hijskraan op het platform teruggehezen. Want alleen de opbouw van zo'n hijskraan, dat duurt al een tijdje? Ja, nee, daar gaan al weken overheen inderdaad. Dus dat is inderdaad ook een belangrijk onderdeel om goed te plannen en dat alles bij elkaar komt op het juiste moment.